Een witgoedreparateur is een monteur die zich gespecialiseerd heeft in het repareren van witgoedapparatuur. Onder witgoedapparatuur verstaat men huishoudelijke apparatuur, zoals koelkasten, wasmachines, drogers, droogtrommels en vaatwassers. Het beroep witgoedreparateur komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, maar is nog niet uitgestorven. Dit komt vooral omdat steeds meer mensen nieuwe apparatuur kopen als de bestaande apparatuur stuk gaat. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de wasmachine en droger, omdat nieuwe wasmachines en drogers over het algemeen nog steeds vrij kostbaar zijn. Dit neemt niet weg dat een witgoedreparateur ook andere witgoedmachines kan repareren. Dit is wel afhankelijk van waar de witgoedreparateur precies werkzaam is omdat er ook gespecialiseerde witgoedreparateurs zijn. Denk bijvoorbeeld aan een witgoedreparateur die alleen vaatwassers zal repareren of aan een witgoedreparateur die alleen wasmachines en drogers zal repareren. In dat geval is de witgoedreparateur meestal werkzaam voor een bepaalde witgoedfabrikant. De meeste problemen met witgoed ontstaan met wasmachines en drogers omdat dit complexe witgoedmachines zijn die storingsgevoelig kunnen zijn. Dit komt vooral omdat wasmachines en drogers veel elektronica en bewegende delen bevatten die storingen kunnen geven of simpelweg stuk kunnen gaan. Een ervaren witgoedreparateur kent wasmachines en drogers door en door en weet storingen in de meeste gevallen snel op te lossen, zodat er niet meteen een nieuwe wasmachine of droger gekocht hoeft te worden. De meeste wasmachines en drogers worden verkocht met aanvullende garantie, zodat consumenten zich geen zorgen hoeven te maken als er sprake is van storing. Het beroep witgoedreparateur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende apparaten en machines.